Als je een voetballiefhebber bent, ja, dan ben je ook zeker een liefhebber van de Lionel Messi. Ja, tuurlijk. Dat is niet anders, vrienden. Maar goed, wat hebben we nou gezien tegen Nederland? Wat hebben we hier nou ontdekt bij de Lionel? Wat een enorme teleurstelling toch, vrienden. Ja, ja. Kijk, we waren natuurlijk altijd een geweldig beeld van de Lionel. Hè? En ja, ik heb altijd wel gedacht van nou, misschien is hij niet heel erg slim, want hij spreekt natuurlijk geen Engels, wat ik toch wel zou verwachten van zo'n superster. Maar goed, en daarom hebben we ook nooit zoveel interviews van hem gezien. En konden we ook een heel keurig en vrolijk beeld hebben van de Lionel. Maar, wat hebben we nou gezien? Dan gaat hij zo staan, zo, weet ik veel. Hoe deed hij het precies? Zo. Daar, voor de bank. Louis. Ja. Welk niveau is dat nou? Waar slaat dat nou toch op? Hoe kinderachtig kan je zijn? Als je nou zo groot bent als de Lionel, dan ga je dat soort, dan doe je dat soort dingen niet gewoon. Je scoort en je speelt verder. En na afloop ook dit doen tegen Van Gaal. God, die mannen, weet je wel, die zitten in de nadagen van zijn carrière. En dan ga je daar nog een beetje tegen staan titteren. Dat die lange spelers opstelt en weet ik veel wat allemaal. Oh, Lionel, waarom nou? De Lionel, die liet zich gaan. En toen werd het nog erger tegen Woutje Weghorst. Tegen Woutje Weghorst. Gaat de Lionel tekeer. Idioot, loop door en ga weg. Zie je hem op die camera tekeer gaan tegen Woutje Weghorst. De Lionel zelf. Ja, vrienden. Ik bedoel, ja. Het is niet zo dat ik nou bij mezelf denk, maar nou, hij heeft helemaal voor mij afgedaan. Nee. Daar heb ik te veel van hem. Nee, hoe moet ik dat zeggen? Daarvoor heb ik te veel van hem genoten. Zo moet ik het zeggen, ja. En ik laat hem niet zomaar in één keer boom vallen. Dat doe ik niet. Omdat de Lionel even niet de grootheid heeft om gewoon ook groot te zijn in winst. En dat kon hij even niet opbrengen. En hij liet zich gaan. Nee, maar wij met z'n allen, Messi-liefhebbers, wij met z'n allen, wij denken wel nu bij onszelf, nou, het is toch wel 10% minder met de Lionel.